Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Oh god, het is zo raar om nog eens terug te vloggen. Ik denk dat het al geleden is van tijdens Vlogmas dat ik heb gefilmd of gevlogd. En ik had zin om de camera terug op te pakken. Het heeft lang geduurd eer ik daar terug zin in had. Omdat het gewoon heel veel is geweest de laatste maanden. Heel veel veranderingen, heel veel meegemaakt. En ja, dan ben ik gewoon echt gewoon gestopt ergens een Vlogmas, denk ik, met vloggen. Omdat we toen te weten kwamen dat we zwanger waren. Ik was heel mottig en heel misselijk de hele tijd. Dus ik ben gewoon gestopt met vloggen toen, om die reden. En dan is een miskraam gekomen en zo. Maar daar ga ik zelfs wel meer in detail even over hebben. Maar ja, ik heb er terug zin in. Ik mis vooral het vloggen heel hard. Dus ik ga zeker ook wel terug vloggen. Het is natuurlijk wel anders, want mijn leven is heel hard veranderd sinds september. Met dat ik werk en zo. Ja, ik weet niet hoeveel ik ga vloggen of wat ik allemaal ga vloggen. Want ja, let's face it, 4 dagen van de 7 ben ik nu aan het werk ergens. Wat wel anders is. Maar ja, ik heb zin om terug sporadisch af en toe een vlog te uploaden. Ik weet nog niet als ik weer een vaste vlog per week ga doen of hoe ik het ga doen. Geen idee. Ik ga gewoon beginnen met te posten wanneer ik zin heb. En dan zullen we zien. Voor deze eerste video heb ik gevraagd aan jullie op Instagram om wat vragen te stellen. Een vraag die heel veel terugkwam was van hoe gaat het nu oprecht met u? En eigenlijk gaat het wel goed met mij. Ik voel me goed. Ik voel me gelukkig, ik voel me terug beter, ik voel me gezond. Ik ben blij met het gezinnetje wat ik heb, met mijn job, met het leven. Het zonnetje begint meer en meer te schijnen, dus dat doet ook wel heel veel. Dus ja, ik voel me eigenlijk wel heel goed. Ik voel me gewoon goed. Het is natuurlijk een periode minder geweest om in te gaan op de volgende vraag van hoe is het nu na de miskraam? Voor degenen die mij niet op Instagram volgen, ik was 10 weken zwanger toen ik een miskraam heb gehad. Maar het hartje van de baby was blijkbaar al gestopt op 6 weken met kloppen. Ik had ook een latere afspraak bij de gynaecoloog, omdat er gewoon geen datum was dat Niels mee kon naar de eerste afspraak, want hij had toen net examens, bla bla bla. Alleszins, ik had een latere afspraak voor mijn eerste scan. En toen bleek het hartje spijtig genoeg niet te kloppen. Natuurlijk geen fijne periode geweest. Het was zwaar en moeilijk. Vooral ook omdat ik fysiek heel veel pijn had. En het heel lang heeft geduurd eer het fysieke gedeelte over was. Als ik dan nu weet wat dat ik weet, dan had ik gewoon in eerste instantie voor een curettage gegaan. Maar natuurlijk heb ik ook een beetje op mijn gynaecoloog vertrouwd. Die dan zei van, die pilletjes werken ook heel goed. Maar ja, voor mij was het spijtig genoeg niet echt zo. Uiteindelijk heb ik geen curettage moeten doen, gelukkig. Maar ja, alsnog, het was gewoon geen fijne ervaring. We waren een beetje, ja, een beetje per ongeluk zwanger, maar eigenlijk ook niet. We gebruikten wel vaker geen voorbehoedsmiddel. Ik neem geen pil of niks. Dus we gebruiken meestal condooms, maar ook soms niet. Maar we zijn ons daar ook heel bewust van en we weten natuurlijk wat we doen. We zijn oud genoeg en we zeiden ook van, we zien wel, als het dan zo is, is het zo. Dus ja, we lieten het zo wat open. We wisten ook niet goed, willen we een tweede, willen we geen tweede? We wisten het gewoon niet en we dachten gewoon, we kijken gewoon wat er gebeurt. Dus in eerste instantie, als ik zag dat ik zwanger was, dacht ik echt, oh shit, oh nee, hoe gaan we dat doen? Nog slaat nog altijd zo slecht en dat gaat zo zwaar worden. Maar ja, uiteindelijk waren we wel heel blij natuurlijk. Het was zeer welkom, maar heel blij. We hadden het ook al aan verschillende mensen verteld. Onder andere Celine, onze ouders en ook wel grotere delen van de familie. Omdat het was zo net in de kerstperiode. En Thalisa, die bij feestdagen geen kavatje of rozeetje of zo drinkt, is gewoon raar voor mensen. Dus ja, dan hebben we het maar gewoon gezegd. Maar ik wist ook wel van, kijk, mocht het nog mislopen, dan zeg ik het ook sowieso. Dus ja, en dan heb ik er ook wel heel veel steun gehad om het te zeggen als het misgelopen was.
Ik had het wel niet zien aankomen dat het ging mislopen, omdat ik echt heel misselijk was. Allee, het was anders dan toen ik zwanger was met Nox. Sowieso, het was een ander gevoel, maar ik was ook wel misselijk. Ik was wel mottig. Ik was ook al via de dokter terug aan de Navalid tegen de misselijkheid. En mijn HCG was ook altijd wel goed, want ik ben dan wel bij de dokter bloed gaan laten trekken voor de HCG. En dat steeg heel mooi en zo. Dus daarmee hadden we het niet zien aankomen. En gingen we ook eigenlijk met een gerust hart naar de gynaecoloog voor onze eerste afspraak. En ja, toen zei de gynaecoloog dan van ik zie een zwangerschap en ik zie een vruchtje. En toen zei ze maar ik zie geen kloppend hartje. En dat was wel, ja, dat was even bummer. Ja, het was echt geen leuke periode. Niels zat ook volop in zijn examens, zijn eerste examens. En dat was heel moeilijk, want ik had heel veel pijn en natuurlijk veel verdriet. Niels had ook verdriet, maar die moest zich dan ook wel echt focussen op het studeren. Sorry trouwens dat het licht heel de tijd verandert, maar de zon schijnt en dan schijnt die weer niet. Dus ja, ik had dan het gevoel dat Niels er niet hard genoeg voor mij kon zijn. Maar ik wist ook wel dat hij echt moest doorzetten met zijn studeren, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk en is gelukkig op alles geslaagd. Wat dan wel na alles als fijn nieuws kwam. Ja, het was een zeer moeilijke periode. Ja, het was niet fijn. Nu ondertussen, zeker dat het fysieke voorbij is en ik mij gewoon terug goed voel, heb ik het wel kunnen plaatsen. Ik heb ook een heel mooi doosje gemaakt met alle herinneringen aan baby nummer 2. Ik moet zien dat ik niet emotioneel ga worden, want ik heb zelfs een event en ik kan ook niet opnieuw schminken. Maar we hebben een heel mooi doosje gemaakt, een mooi afscheid genomen, eigenlijk een beetje onder ons van wat babytje 2 had moeten zijn. En zo heb ik het wel een beetje kunnen plaatsen. Dus ja, het was niet fijn, maar er gebeurt natuurlijk heel veel in miskraam. Ik weet dat ik niet alleen ben, daarom heb ik ook mijn verhaal op Instagram gedeeld. Dat deed me ook heel veel deugd om te horen hoeveel mensen erdoor gingen. Dat is misschien cru om te zeggen, maar om te voelen van oké, ik ben niet alleen. Nog zoveel mensen maken dit mee. En ook gewoon om anderen te helpen. Want ik heb heel veel berichtjes gekregen van anderen die op dat moment er ook doorgingen. Of iets erna spijtig genoeg hetzelfde meemaakten. Dus ja, daarom heb ik het ook gewoon gedeeld. Ik heb ook, wat natuurlijk spijtig is, als ik het heb verteld aan mensen, heb ik ook altijd gefilmd. Dat is ook hele mooie beelden die ik altijd zal koesteren. Ik weet nog niet of ik daar iets mee ga doen of niet. Ik weet ook niet als jullie behoefte hebben om dat te zien of als ik behoefte heb om dat online te zetten. Maar ergens zijn het, Milky snurkt, zijn het wel hele mooie beelden die aantonen dat baby 2 ook al heel geliefd was en heel welkom was. Dus het zijn wel mooie herinneringen. En daarop verder gaand is hoofdstuk tweede kindje afgesloten door de miskraam. PS, you are a great mom. Dankjewel, heel lief. We staan er eigenlijk gewoon hetzelfde in als hiervoor. We weten het niet. We weten niet. Willen we een tweede kindje? Wel geen tweede kindje? We zien wel. We zijn nu ook niet altijd heel veilig. We doen gewoon waar we wat goed voelt op het moment, hoe we ons voelen. Maar ik denk, ik merk wel dat ik er meer op let van veilig te zijn. Omdat ik zoiets heb van laat ons eerst nu maar gewoon genieten van de zomer met ons gezin. En dat ik ook gewoon volledig kan genieten zonder dat ik misselijk zou zijn van zwanger te zijn of zo. En gewoon echt full focus op het gezinnetje wat we hebben, waar ik super dankbaar voor ben. Echt waar. Ik hou zoveel van Nox, ik hou zoveel van Niels. Het is echt gewoon, ja, ik had nooit verwacht gewoon dat ik zo gelukkig zou zijn en zo'n mooi gezin zou hebben. En dat is gewoon, ja, al goud voor mij. Dus we zien wel. Ik weet het niet. Ik kan jullie geen antwoord geven.
Ergens ben ik iets meer terughoudender, omdat ik denk, ik wil dit niet nog eens meemaken. En ja, die kans zit er natuurlijk altijd in. Dus ja, misschien dat ik mij daarom wel zo wat terughoudender opstel. En Niels ook wel, dat we zoiets hebben van, goh, als dit nog eens is, dat is niet leuk, geen leuke situatie. En we zijn ook gewoon heel gelukkig hoe het nu is. We hebben niet de grootste kinderwens voor een tweede kind, maar het mag en het is zeker welkom. Dus ja, ik weet niet. Ik kan er geen ja of geen nee op plakken. We gaan gewoon zien wat de toekomst brengt en wat het leven voor ons in petto heeft, of hoe moet ik het zeggen? Hallo, van editing Thalisa. Sorry, ik ben net gedoucht en zo, dus ik zie er een beetje anders uit. Maar ik wou heel even toevoegen en zeggen dat ik heel dankbaar ben dat wij kunnen zeggen van we zien wel wat er komt en we laten het gewoon op de vrije loop. En we hoeven er niet te veel over na te denken, want ik weet dat dat voor heel veel mensen niet is weggelegd. En heel veel mensen moeite hebben om een kindje of een tweede kindje of een derde kindje of een gewoon kindje in het algemeen te krijgen, dat die daar een lange weg voor moeten afleggen en zo. En ik weet dat dat echt een heel groot geluk is dat dat voor ons niet zo is en dat wij wel heel makkelijk zwanger kunnen worden. Dus dat wil ik ook nog wel heel even zeggen, want ik weet dat dat misschien pijnlijk kan zijn voor mensen die door zoiets gaan. Dat je dan hoort van, oh ja, we zien wel wat er komt en we laten het op de vrije loop. Terwijl dat niet bij iedereen zo is. Dus dat wil ik wel heel graag nog even zeggen. Dat ik weet dat we daar heel gelukkig voor mogen zijn. Dat we daar ook gewoon heel gelukkig voor zijn, echt. Dus ik hoop dat jullie dat weten. Ik ga trouwens deze video waarschijnlijk in meerdere delen met meerdere vragen opnemen. Gewoon kijken wanneer er tijd is om een stukje te filmen. Want ik zie ook dat Niels en Nox er terug aankomen. dan ga ik gewoon de volgende vragen in een volgend stukje doen. Maar jullie zien me gewoon direct terug, hè. Hallo, we zijn ondertussen een paar dagen verder. Sorry, ik zie er echt bescheten uit. Maar ik moet mijn huis douchen, want mijn haar is heel vettig. Dus ik heb echt minimaal make-up opgedaan. Maar ik dacht nog een paar vraagjes te beantwoorden die jullie hebben gesteld tijdens de Q&A. Ik kreeg nog heel vaak de vraag welke kleur van lippigmentatie ik heb. En ik moet eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee heb. Lisa heeft gewoon iets gekozen wat goed bij mij matcht en wat mooi is bij mijn lippen. Gewoon een beetje natuurlijk, niet veel feller dan mijn eigen lippen. Maar toch zodat die mooi afgelijnd zijn. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Ik zal het eens navragen en dan eventueel op Instagram of zo laten weten. Trouwens, niet als ze hier ketchup of mayonaise aan het uitspuiten. Dus als je zo hoort, dat is de mayonaise. Mis ik het zelfstandig leven? Allee, als zelfstandige. Ik ben nog altijd part-time zelfstandige en part-time werk ik nu voor een baas. En ik vind dit eigenlijk de perfecte balans, ook omdat ik gewoon zo ook genoeg sociaal contact heb. Ik vind het leuk op mijn werk bij Blabloom. Ik ben er echt heel graag. Mijn collega's zijn ook echt vriendinnen geworden voor mij. Dus het voelt gewoon niet alsof ik moet gaan werken. Voelt gewoon eerder een beetje als ontspanning en ik vind het echt heel fijn, ook al is het wel werken. Maar ik vind het eigenlijk echt heel goed zo. Als volledig zelfstandige, dat is natuurlijk heel fijn en dat is ondernemen, dat is ook heel fijn. Maar ik merk gewoon dat ik niet zo'n die-hard ondernemer ben, zoals sommigen dat kunnen. Ja, ik ben misschien daar gewoon een beetje te... Ja, laks is misschien niet het juiste woord, maar... niet zo extreem money-minded of zo in om echt zo'n goede ondernemer te zijn. Natuurlijk ben ik ook wel money-minded zoals iedereen wel ook vaak aan geld denkt. Maar ik hoef niet heel veel te hebben. Ik ben gewoon heel gelukkig hoe het gaat en dat vind ik gewoon fijn. En daarmee dat ik ook niet extreem hard werk of zo. Ja.
Ik ben het echt fout aan het uitleggen. Niels is me echt aan het uitlachen vanuit de zetel. Ik werk wel hard, hè. Maar ik weet gewoon niet hoe ik dat moet uitleggen. Hoe kan ik dat best uitleggen? Oké, dus Niels zegt, ik doe gewoon genoeg werk voor het dagelijks leven en zo allemaal te kunnen financieren, maar daar stopt het dan ook. Voilà, ik ga niet tot het uiterste. Maar zo ben ik gewoon niet. Ik ben gewoon gelukkig. Ik wil ook graag heel hard genieten in het leven. En voor mij is geld niet iets wat mij gelukkig maakt. Snap je? Dus daarom. Ik vind het gewoon heel fijn nu dat ik mijn werk heb. En daarnaast ook nog wel mijn zelfstandige dingen een beetje kan doen. Maar gewoon in mindere mate. Zo staat ook mijn Instagram nu niet meer vol met reclame. En moet ik niet meer van die reclameposts constant doen. Want ik heb mijn loon, mijn vast loon van mijn job. En alles wat erbij komt is gewoon mooi meegenomen. Zijn leuke extra's allemaal. Maar ik hoef niet meer jullie constant aan te zetten tot dingen te kopen. En ook al is dat niet wat dat ik deed, hè? Alles wat dat ik postte en wat ik nu post is gewoon omdat ik dat graag doe, omdat ik er echt achter sta. Maar toch, je bent zelfstandige, je moet wel op een bepaald moment genoeg reclame gaan posten om geld te verdienen, snap je? En dat ben ik heel blij dat het nu niet meer moet. En dat ik gewoon die druk niet meer zo voel van ik moet elke dag op social media posten. En ik moet constant aanwezig zijn. En ik moet op elk bericht beantwoorden. Dat vind ik gewoon heel fijn dat dat niet meer moet allemaal. En dat ik daar gewoon rust in heb gevonden. En ja, dat geeft me gewoon eigenlijk meer geluk. En daar word ik gelukkiger van. Dus voilà. Hoe ga jij om met het slaaptekort? Goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk gewoon na 2,5 jaar dat het wel voor een heel groot deel gewoonte is geworden. Dat we 's nachts moeten opstaan. Ik moet nu zeggen dat Nox echt ondertussen ook wel weer een dikke week geleden een hele goede week had. Misschien maar één keer of zo niet heeft doorgeslapen. Voor de rest wel. Het was echt de eerste keer ooit dat dat gebeurde. Dat was echt zot. En nu ja, is het weer minder. Het is al wel weer de hele week niet top geweest. Veel wakker 's nachts. Alleen deze nacht waren Louis en Noah komen slapen. En heeft Nox ook doorgeslapen. Maar we hadden Nox dan bij ons in bed genomen. En dan slaapt hij meestal wel goed. Dus ja, en voor de rest denk ik gewoon af en toe eens de tijd voor uzelf nemen. We doen Nox soms wel eens naar de grootouders om de 3-4 weken of zo een nachtje. Zodat wij gewoon echt eens goed kunnen slapen. Dan proberen we ook wel echt gewoon thuis te blijven, rustig en op tijd gaan slapen. Dan kan ik ook een beetje uitslapen. En Niels laat mij ook wel af en toe eens uitslapen. Ik probeer dat ook wel eens bij Niels, maar Niels die slaapt niet uit. Dan staat hij nog om 7:30 al onder. Maar Niels laat mij in het weekend soms ook wel eens uitslapen. En dan slaap ik ook wel tot 9 of 10 of zo. Dus dat doet dan deugd. En soms in het weekend mee een dutje doen met Nox. Dus dat helpt ook wel met het slaaptekort wat in te halen. Ik ben iemand die echt veel slaap nodig heeft. En ik voel dat dan ook direct snel. Ik krijg dan ook veel meer last van angst en zo. Als ik te weinig heb geslapen. Dus ik heb echt wel mijn slaap nodig. Dus zo proberen we dat wat op te vangen. Welke kledingmaat heeft Nox nu ongeveer? Nox draagt nog eigenlijk een mix. Vaak nog 80, ook 86. En soms doe ik nu wel als t-shirten en truitjes in 92. Dan is het wel echt oversized. Maar ja, dat mag wel, vind ik. Dat vind ik wel schattig. Maar eigenlijk zit er nog altijd rond 80, 86. Nox is best klein voor zijn leeftijd. Maar oké, Niels is qua als man ook niet de grootste man. Die is ongeveer even groot als mij. Dus ik ben 1,75 meter. Niels is 1,76 meter. Dus ja, Nox is gewoon niet de grootste. Maar hij is perfect nog altijd op zijn curve. En voor hem is dat goed. Dus dat is zijn kledingmaat nu. Hoe lang moet Niels nu nog studeren? En wat zou hij graag doen van werk? Ik heb dat al eens gezegd. Niels moet nog
nu nog anderhalf jaar, denk ik, dit schooljaar nog afmaken en dan nog een schooljaar. En dan is hij er vanaf. En Niels studeert boekhouding, voor degenen die dat nog niet wisten. En hij gaat ook als boekhouder aan de slag. Niels heeft ook eigenlijk technisch gezien al werk. In plaats van de werkstelling voor als hij afgestudeerd is. Daarom is hij dat ook eigenlijk gaan studeren. Er is al een boekhoudkantoor, een heel goed, waar ik ook bij zit. En Céline bij zit. En heel veel mensen bij zitten. Dore Accountant. In Soersel zitten die momenteel, maar die gaan denk ik nog een paar vestigingen openen. Ik weet er allemaal het fijne niet van, dus ik ga dat hier niet lopen te vertellen als ik iets verkeerd vertel. Maar daar gaat Niels eigenlijk dus ook werken. Dus binnenkort is mijn man een boekhouder. Allee, mijn man. Still no ring, guys. Maar mijn vriend is binnenkort boekhouder. Ben benieuwd. Voor mij klinkt dat echt gewoon als de saaiste job ter wereld. Maar hij doet het wel heel graag. Hij doet het ook heel goed. Zijn eerste trimester had hij ook heel goede punten. Heeft hij heel goed gewerkt. En nu ook wel, wat ik zie. Hij studeert iets minder als het eerste trimester, hè? Semester. Semester? Is dat niet trimester? Semester is halfjaarlijks. Dus. Ah, semester. Oei, oké. Okay. Maar hij doet nog altijd heel hard zijn best, wel echt. Dus dat is fijn om te zien, want ik had er wel wat schrik voor natuurlijk. Omdat ja, dat ook voor ons gezin een hele stap is. Dat Niels nu studeert en die werkt en al die dingen. Dus ik ben heel blij om te zien dat het eigenlijk goed gaat. En dat hij zo goed zijn best doet. Nog een vraag is, heb je iets aan je tanden laten doen? Heb je facetten of zo? Nee, het zijn gewoon mijn natuurlijke tanden. Ik heb wel... Vroeger, als ik jong was, ik denk 6,5 jaar of zo blokjes gehad. Dus ja, ik heb wel hier ene die achterin aan het groeien is. Die ik graag wel zo terug rechter willen. Met een Invisalign of zo, ik weet het nog niet. Maar voor de rest, ja, ik ben wel heel blij met mijn tanden. Mensen vragen ook altijd wat ik doe om die zo wit te houden. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk gewoon altijd al best natuurlijk witte tanden heb. Ik heb, ik denk 6 jaar geleden, mijn tanden eens een keertje laten bleken. En ik denk een 2 maanden geleden bij Beauty Room Lisa, die ook mijn lippigmentatie heeft gedaan, heb ik ook nog een heel kort sessietje gedaan voor mijn tanden wat te bleken. En voor de rest doe ik er eigenlijk niks aan. Dus ja. Kijken als er nog vraagjes zijn. Iemand vraagt nog, het lijkt alsof je je droomjob hebt gevonden bij Blabloom. Is dat zo? Je straalt echt. Dankjewel. Heel lief. En ik moet zeggen dat ik nooit van zijn leven had gedacht dat ik daar zo graag ging werken. Ik ben er in de zomer gaan solliciteren en dan in september begonnen. En ik weet nog dat we hier zeiden van, goh, wat ga ik toch doen eigenlijk? Helemaal een Genk werken, gewoon omdat ik nood heb aan zo'n sociaal contact en een nieuwe uitdaging en zo. Dat ik dacht, ja, helemaal een Genk gaan werken. Allee, helemaal, dat is 20 minuutjes rijden, dus zover is dat natuurlijk niet. Maar toch, hè, dat ik dacht van, allee, en ik kan nu altijd thuis blijven en ik heb mijn werk en die dingen. En dan zei Niels ook van, kijk, als het niet meevalt, dan stop je gewoon. En ondertussen ben ik er al 7 maanden, echt zot. En ik ben er echt super graag. Het is echt gewoon het concept op zich, de concept store met het, ja, het duurzaam, het ecologische, waar ze voor staan eigenlijk, vind ik heel mooi. Hoe mooi ze daaraan vasthouden aan hun concept. Het is gewoon zo een hele fijne sfeer in de winkel tussen het personeel, maar ook met de klanten. Heel fijn. Mensen zeggen ook altijd van hoe leuk het is om in onze winkel te zijn. Mensen komen vaak een beetje winkelen, iets drinken, de kindjes spelen. De vaste klanten zijn echt zoal echt bekende geworden, waar we altijd gewoon een fijne babbel mee hebben. Ik doe heel graag mijn draagdemo's. Voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat is eigenlijk een draagzak
waar je kindje kunt inzetten of draagdoeken. Hebben we ook ringslings, we hebben van alles. En je kunt bij ons eigenlijk boeken voor zo'n demo, een uitleguurtje te doen. Dus dan leggen we uit en kijken wat de beste draagzak voor u sorry, en uw kindje is. En dat doe ik echt het liefst. Vind ik echt zalig. Geef me gerust 6 dragers op een dag. Vind ik heel fijn. Dus daar hoop ik ook nog wat meer in te groeien. Dat ik echt zo wat meer draagdemo's mag geven. En ik zit nu sinds een viertal weken ook 1 dag per week op marketing. Dan help ik met de social media. En ja, vooral met social media eigenlijk, met de filmpjes, met stories, met dingen die er gepost moeten worden op social media van Blabloom. Dus volg ons zeker op Hello Blabloom. Dus daar ziet je mij ook wel tegenwoordig iets meer verschijnen, maar dat vind ik ook gewoon heel fijn. Ik vind het leuk om daar ook weer een tool te hebben om hun te laten groeien en daarbij te helpen met de expertise die ik heb van alle voorbije jaren. Dus ja, het is echt gewoon zo'n goede mix van alles wat ik doe. Bijna geen 1 dag is hetzelfde, want ik doe ook, bijvoorbeeld gisteren heb ik een geboortelijstje gedaan. Dan nemen we 2 uur de tijd om echt alles uit te leggen, de winkel rond te gaan met klanten. Ik doe ook af en toe een wasbare luierconsultje. Ik doe kassa inzetten, want dat moet ook gebeuren. Rekken veranderen, de winkel aankleden, decoreren. Er is gewoon zoveel eigenlijk om te doen. En nooit verwacht dat ik dat gewoon zo leuk ging vinden. En dat ik de winkel in het algemeen gewoon zo leuk ging vinden. Het is wel niet zo goed voor mijn portemonnee, want ik shop er zelf ook heel veel. Voor de rest, ja, echt. Ik vind het echt een hele leuke winkel. En de sfeer is gewoon ook zo leuk in de winkel. Dus kom zeker eens langs. Maar altijd leuk om jullie ook allemaal te zien. Maar hierbij ga ik de Q&A afsluiten. Dit was mijn eerste YouTube-video back. Ik ga ook terug proberen te vloggen. Ik was er al mee begonnen. Ik denk bijna 2 weken geleden. En dan ben ik het weer helemaal vergeten. Ik moet er echt gewoon terug inkomen in het vloggen. En niet vergeten om te vloggen vooral. Maar ik doe dat heel graag, daarom wil ik het ook terug opnemen. Dus ik hoop volgende week of zo terug een vlogje voor jullie te hebben. Dankjewel alleszins al om terug te kijken en hier terug aanwezig te zijn. En dan zie ik jullie snel weer. Dag iedereen!